Het is toch bijna een economisch delict tegenwoordig om even te feunen. Zo, uit dat ding. Zuigt euro's uit je stopcontact. Toch kan een feun ook deze winter juist euro's besparen. Als je wel op de goede kant mee kan. Op het moment dat je dit aandenkt, dan zitten er nog allemaal rimpels en oneffenheden. En je denkt van, dit komt niet goed, dit zit er niet uit. En dat is op dat moment ook zo. Maar dan kom je met een feun. En dan begin je en dan zie je alle problemen zo voor je ogen wegsmelten letterlijk. Nou, dat is eigenlijk... Eigenlijk zou iedereen dit een keer zelf moeten ervaren. Heerlijk. Met deze stijgende gasprijzen is het dus echt een daad om iets te doen met deze voorplakfolie. Heel simpel. Heb je bijvoorbeeld enkel glas, dan bespaar je al snel met deze folie 35%. Doe je dat met oud dubbelglas, dan is dat al 20%. Volgens mij bij alle bouwmarkten hebben ze kleine pakketjes. Wat ik begreep is dat voor 6 tot 10 euro een doe-het-zelf pakketje. En dan hangt het een beetje vanaf hoeveel ramen je hebt, hoeveel je er nodig hebt. Maar op zich wel te doen. Het spaart in ieder geval die paar euro's gelijk al per dag een hoop, hè? Ja, altijd moeilijk uit te rekenen hoeveel precies. Maar met de huidige gasprijzen ga je daar zeker op besparen. Is het makkelijk te doen, zo'n beetje plak? Dit is vrij eenvoudig, ja. Als amateurklusser kom je hier vrij makkelijk mee weg. Help.